We gaan nu een filmpje kijken van Jamoer. Ja. Helaas is vrijheid niet altijd vanzelfsprekend voor elke vrouw, voor elke meid. En heel veel durven die vrijheid ook niet voor te vechten. Dus mijn vraag is, wat zou jij hun als advies willen meegeven? Ik denk dat iedere vrouw, iedere meid uniek is voor zichzelf. En dat wij als vrouwen sowieso al een vergrootglas op ons krijgen. Een van mijn lievelingsboeken die ik heb gelezen, dat is The Tao of Wu. Mm-hmm. Geschreven RZA door RZA van Wu-Tang Clan. Ja. En daar is één zin wat ik altijd op me draag. En dat is come in peace, but prepare for war. En voor de meiden, wat mijn advies is gewoon, sta dicht bij jezelf en vraag jezelf af, wat wil ik? Wie wil ik zijn? Wil jij met de menigte mee of wil jij staan voor wie jij bent? Ik ben nog steeds in ontwikkeling. Ik weet dat ik nog niet daar ben waar ik ga zijn. Maar elke dag dat voorbij gaat, ben ik nu steeds meer mezelf aan het omarmen en nog meer van mezelf aan het houden. Want vroeger heb ik mezelf echt verwaarloosd en mezelf gehaat. Omdat ik zelf ook niet begreep wie ik was. Omdat ik die ruimte niet kreeg om dat te ontwikkelen en om te zien wie ik echt ben. En nu dat steeds meer in zijn plek komt, merk ik ook dat mensen dat zien. Ik heb zeg maar nooit echt kunnen begrijpen waarom je iemand zou kunnen klein laten voelen als diegene nog niet eens weet wie die is, weet je wel. Terwijl je juist diegene moet leren van, yo, jij bent echt een baas, ja. Weet je wel. Jij bent, ja, gewoon dit soort gesprekken voer ik dus nu met mijzelf wanneer ik in de spiegel kijk. En dat is voor mij weer een reden om gewoon door de dag heen te knallen. Als een LP draaide mijn wereld twee kanten op. De wereld voor mijn ouders en de wereld voor mezelf. Wat ga ik kiezen? Wat heb ik te winnen en wat heb ik te verliezen? Ik zei mijn vader, laat me los, pa. Laat me vliegen zoals je ook hierin gevlogen bent. Ik zei mijn moeder, laat me los, ma. Niet uit je hart, maar omdat ik het nodig heb. Vrijheid. De persoon die ik wil zijn, wie ik wil zijn. Vrijheid. Ja, de persoon die jij wilt zijn. Weet jij wie jij wil zijn? Ja, ik weet wel wie ik wil zijn, denk ik. Ik wil mezelf zijn. Zonder dat iemand anders daar iets over zegt. Ja, dat is heel duidelijk. En je kunt net wat zij heeft gezegd. Ja, in dit land is dat heel vanzelfsprekend, maar niet overal. En daar heeft nee. Jamoer ook. Zij komt echt uit die twee werelden waar inderdaad vrijheid heel anders is. En waar je eigenlijk inderdaad meer gaat om familie en traditie. Mm-hmm. En inderdaad een rol innemen, zeg maar. Ja. En hier gaat, nou ja, tenminste in het land waar wij wonen, kan je echt jezelf ontplooien. Maar dat brengt ook natuurlijk weer het nodige, natuurlijk onzekerheden en gewoon met zich mee. Maar dat hoort er allemaal bij. Je kan ook niet, zeg maar, jezelf heel makkelijk gaan ontdekken. Dat moet je gewoon doen door te doen. En dat zie je vanzelf wel. Zeker. Ja, we hebben nu ook een interview met Jamoer. Ik ga even omdraaien. Links, rechts. Kun je mij horen? Hi. Ja, ik kan je horen. Hallo Jamoer. Zou jij jezelf in het kort even willen introduceren? Ik ben Jamoer. Ik ben Turks van komaf. Ik ben 26. Ik ben geboren in Arnhem en ik woon nu in Amsterdam. Ja, top gezegd. Ik heb een vraag voor jou. Nou, in ieder geval, in het filmpje van net hebben we heel goed gezien hoe jouw situatie is. En dat is ook best wel heftig, daar heb ik veel respect voor. Maar met vrijheid nu in de tijd van corona, dat is nog anders. En hoe ervaar jij dat? Voor mijzelf is er niet echt veel veranderd. Alleen dat ik het heel erg fijn vind dat ik meer tijd heb voor mezelf. En wat ik in mijn omgeving heel erg zie is dat, mijn vrienden halen hun creativiteit naar buiten en dat vind ik wel gewoon mooi om te zien. Ze zijn aan het schilderen wat ze normaal gesproken, als corona er niet zou zijn, niet zo snel zouden gaan doen. Dus het brengt wel kleur. Mooi. En jij bent zelf ook artiest. Jij bent opkomende rapper en doe jij daar zelf ook nu veel meer in deze coronatijden? Ja. Ja? Ja, daar ben ik zeker mee bezig. Ik wil nog niet veel erover kwijt, maar ik laat het gewoon aan de tijd over. En dan komt er sowieso wel iets moois. Mooi. En wat jij net ook al zei over dat je merkt dat jouw vrienden bijvoorbeeld misschien die willen vaker met je chillen.
Heb jij bijvoorbeeld tips voor jongeren die zich misschien een beetje alleen voelen in deze tijd? Ja, ik denk vooral omdat we nu zoveel tijd hebben en we niet echt kunnen bewegen, is het gewoon mooi om naar jezelf te kijken, wellicht beter voor jezelf te zorgen, naar het stemmetje wat in jou zit, misschien luisteren. Misschien zijn er zaken die je ontwijkt of loop je tegen dingen aan die je niet wilt uitpraten, maar het eigenlijk wel moet doen om het uiteindelijk uit je weg te krijgen. Zodat ja, de zandloper bij wijze van ook gewoon mooi kan doorlopen zonder blokkades die vastzitten. Ja. Ja. En ja, jij woont nu in Amsterdam, ja, zei je. En merk jij ook dingen in Amsterdam bijvoorbeeld, met dat het veel rustiger is of mensen in het park, minder mensen? Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik woon hier nou nog net geen week, dus het is echt super vers. Maar het feit dat ik zeg maar van Arnhem naar Amsterdam ben gekomen, heeft me wel gewoon nu fijn gedaan. Doordat ik gewoon kan settelen met een nieuwe omgeving en gewoon voor mezelf ook echt met een hele nieuwe schone lijn kan beginnen. En echt met mezelf in ontwikkeling verder kan gaan. Ja. Mooi. En maar kijk, we hebben het natuurlijk nu over vrijheid continu. En dat is ook gewoon heel belangrijk voor jou ook, met al die twee werelden. En vooral vandaag, heb jij vandaag iets met Bevrijdingsdag gedaan? Of iets met die gedachte? Hoe vier jij dat? Het is niet echt dat ik het vier of zo, maar ik geef vandaag wel echt een... Ik noem dit wel de highlight of the day, omdat ik denk van, ik heb zoveel dingen bereikt, een rijbewijs. Heel simpel. Toen ik het nog niet had, wou ik het zo graag, nu heb ik het, maar ik draai er soms niet eens naar om dat ik het heb gehaald. En dat soort kleine dingen, die ben ik gewoon vandaag een klein beetje aan het zegevieren van, yo, je hebt dit gedaan, je hebt dat bereikt, je hebt dit kunnen doen, je hebt dat gedaan. Dus ja, een soort van goed gevoel, een pep talk aan jezelf geven. En dat zou ik iedereen ook wel vandaag een beetje adviseren. Van, we zijn zo druk met het achterna rennen van wat we nog niet hebben, dat we niet realiseren wat we al hebben bereikt tot nu toe. Dus ik zou dat wel een beetje als advies vandaag aan iedereen willen meegeven. Van, doe dat. Geef jezelf een schouderklop. Ja. Ja, mooi. Ja. Goed. Ja, voor iedereen thuis, als jullie ook nog iets willen zeggen in de reacties daarover, nou, voel je vrij. Ja. Ja, en is bijvoorbeeld, jij hebt dan met de vrijheid, met die twee werelden, ik moet heel even goed uit mijn woorden komen. Wat is bijvoorbeeld het beste wat jij hebt bereikt in deze vrijheid die je hebt? Dat ik gewoon heel erg dicht bij mezelf sta. En het maakt voor mij eigenlijk in principe niet uit wie voor me staat. Of je mijn vader bent, of je mijn moeder bent. Of je voordoet als God. Ik bedoel, niemand kan mij bepalen of tegen mij zeggen van jij moet dit doen. Of jij moet dat doen. Of je moet binnen de lijntjes blijven. Want ik heb zoiets van, ik ben gewoon een vrije ziel. Ik ben door middel van twee personen ben ik op aarde gekomen. En ik denk niet graag in hokjes. Ik laat het gewoon, ik accepteer gewoon mijn vrienden en vriendinnen die mogen echt... Ik heb liever dat ze helemaal hunzelf zijn en gewoon heel gek lopen doen dan dat ze zich moeten inhouden, weet je wel. Dan ben je gewoon niet jezelf en dan ben je ook niet vrij. Ja. En vrijheid is gewoon geen angst hebben. En als je angst hebt daarover winnen, dan sta je aan het eind van de dag wel dichter bij jezelf dan dat je een ander gaat pleasen om naar die persoon zijn wensen te luisteren. Ja, perfect. En zo moet iedereen denken. Dat is gewoon... Ja. Zo moet iedereen in Nederland denken. Dat vind ik ook... jammer. Ik wil je echt heel erg bedanken voor dit interview. Ja, bedankt. Bedankt voor je tijd. Ja. En ik wens je nog heel veel succes, ook als artiest in de toekomst. Dankjewel. En wij gaan weer door. Fijne dag, jongens. Doei, doei. Doei, doeg. Ja. Sterk advies, zei ze. Sterk. Ik heb daar ook helemaal niks aan toe te voegen. Nee, ik vond het inderdaad wel heel goed wat ze zei. En dat doet me dan ook weer denken aan dat ik gewoon... heel lang heb gewerkt en dan eindelijk ben toegelaten dat je net even stilstaat bij wat je eigenlijk al hebt en niet te veel bezig bent met wat je eigenlijk nog wil gaan behalen. Ja. En dat kwam even inderdaad wel binnen, dat ik inderdaad nadacht van oh shit, ja, ik heb er 3 jaar over gedaan, maar het is me wel gelukt. Dan kan ik wel even de tijd nemen om dat ook eens te waarderen, dat ik gelijk weer doorga. Ja. Eigenlijk heel
klein schouderklopje. Niet, natuurlijk niet te narcistisch overkomen. Maar ja, het is wel fijn. Ja, het is gewoon fijn om daar inderdaad wel even bij stil te staan. Ja, en misschien ook aan de mensen thuis. Waar zijn jullie het meest trots op? Wat hebben jullie in je leven bereikt? Laat het weten, we zijn best benieuwd.